Goedemorgen allemaal. Het is voor mij vandaag eerste paasdag, het is zondag. En oh, ik moet deze week toch echt door op mijn telefoon. Als je de vorige vlog hebt gezien, dan weet je dat mijn camera niet meer aan wilde. En dat het opladen van mijn MacBook stuk is. Dus als alles goed gaat, dan komt deze video online met een ander editprogramma. In de hoop dat het gewoon allemaal goed komt. Ik hoop het zo, want anders dan heb ik een probleem. Maar goed, in ieder geval, ik ga mijn best doen om dit aan de praat te krijgen. Ik heb gisteren mijn haar geverfd en ik ben nog steeds blij met het resultaat. Je ziet echt wel een gekleurde gloed eroverheen, die ik heel tof vind trouwens. Ik laat dit lekker dicht vandaag, want anders wordt het veel te warm hier. Ik ga naar beneden. Ik ga het eventjes wat drinken. Want ik heb echt heel erg dorst. En ik heb gisteren, als je in de vlog van gisteren trouwens hebt gezien, klik er eventjes eerst aan voordat je deze verder gaat kijken. Ik heb gisteren twee tatoeages laten zetten. Deze. En dit pijltje. Die ga ik even insmeren zo. En dan ga ik me zo meteen ook lekker aankleden. Ik loop nu gewoon nog lekker in mijn badjas. Ik ga dit jurkje aandoen vandaag. Omdat het gewoon super lekker weer wordt. Wordt 25 graden. En ik denk, hey, kom op. Het is lekker weer, dus we kunnen dit gewoon lekker aandoen. Dat gaan we ook gewoon lekker doen. Ik ga naar beneden, ik ga wat drinken. En hopelijk, ik ga echt duimen de hele dag. Dat vanavond dat editprogramma op die laptop gaat werken. Want mijn MacBook gaat dus niet meer aan, wat ik net al zei. De oplader is dus kapot. En mijn MacBook is dus leeg. Dus ik kan niks. Dus vandaar, ik heb twee verschillende editprogramma's hierop gedownload. In de hoop dat ik het hier eventjes mee ga redden. En anders dan heb ik een probleem. Ik ga maandag een nieuwe oplader bestellen voor mijn MacBook. Maar ja. We moeten het heel even hiermee doen. Goed. Ik ben heel blij. Ik heb namelijk een editprogramma gevonden. Wat voor mijn gevoel wel moet gaan werken. Alleen weet ik niet of er een watermark in zit. Wat betekent dat de naam van het editprogramma hier of hier ergens onder in beeld staat. Maar als dat zo mocht zijn, jongens, vergeef het me. Ik kan het namelijk niet weghalen, anders moet ik een betaalde versie doen. Dat vind ik zonde, want als ik een nieuwe lader voor mijn MacBook heb, dan kan ik gewoon aan de slag met mijn MacBook weer. Dus gewoon even tijdelijk, in de hoop dat het werkt. Ik heb een kopje koffie gezet. Nu ben ik even lekker aan het opdrinken. Ik ga me aankleden, ik ga mijn jurkje aandoen, ik ga mijn panty aandoen. Ik ga het nog even gauw lekker verwassen, douchen en dan ben ik ready. En dan ga ik alvast eerder naar mijn oma om de spulletjes klaar te zetten daar. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik neem jullie natuurlijk gewoon weer lekker mee. Ik vind het eigenlijk lekker om lekker mijn telefoon bij te hebben. Ik moet alleen leren niet daar te kijken, maar daar. Ik zie jullie zo. Daar loop ik dan. Met mijn jurkje aan. Oh, zo lekker weer. Nu al. Oh jongens, het is net 9:30. Ik ben met de spullen. Onderweg naar mijn opa en oma. Dan gaan we alles klaarzetten en dan gaan we lekker om 10:30, 11:00 brunchen. Ik heb er best zin in. Ik ben lekker opgemaakt. Ik dacht, ik wilde het eerst niet doen. Ik dacht, weet je wat? Het is een heerlijke dag vandaag. Why not? Dus we gaan het gewoon lekker doen. Ik ben lekker opgemaakt. En ja, we gaan zo lekker brunchen. Ik ben er bijna. Ik heb een vestje voor de zekerheid meegenomen, want het is nog niet zo bloedheet. Maar waarschijnlijk vanmiddag wel. Ik heb trouwens een huidkleurige panty gekocht. Maar hij is meer oranje dan dat hij huidskleur is. Maar goed, maakt mij het uit. Het is Pasen. Ik loop nog net niet in een paashazenpak. Goed jongens, alles is klaar op tafel. We gaan paasbrunchen. Let's go! Het is nu na het eten. Ik weet niet, ik heb geen idee hoe laat het is. Het zal maar een uur of 1:30 zijn of zo. Ik heb er niks in de speeltuin. Eeuw, waar ben je? Daar ben je. Jesse was er ook, maar Jesse is heel even naar binnen. Die komt zo weer naar buiten. We zijn eigenlijk gewoon lekker aan het chillen. Het is heel warm. Ik zit op de schommel. Het is lang geleden dat ik op een schommel heb gezeten. Maar we hebben lekker gegeten. We hebben echt van alles op. En ja. Het was echt wel heel erg gezellig. Het is nog steeds gezellig trouwens. Iedereen is er nog. Er waren bloemen aan het plukken. Daar heb ik alleen een gele hand. Maar het is zulk lekker weer. Het is echt heerlijk buiten.
is echt, echt, echt heel erg lekker. Ik heb net een paar leuke Instagram foto's gemaakt. Dus als je me volgt op Instagram, check sowieso eventjes de link in de beschrijving van mijn Instagram. Check daar eventjes mijn story en mijn tijdlijn. Want ik heb daar net leuke foto's van bloesemboompjes gemaakt en zo. En die ga ik zo meteen allemaal lekker posten en even bewerken en zo. Maar het is echt heerlijk weer. Zoals je hier achter me ziet, zie je ook een bloesemboom. Het is echt ontzettend lekker weer. Dus ja, ik vermaak me zeker op deze schommel hier. Heerlijk. Super lekker. Zo, we zitten lekker... Waar zitten we? Met de buiten. Op het? Buiten. Op het gras, toch? Ja. Want wat zijn we aan het doen? Aan het eten. Aan het picknicken. Ja. Jesse die wilde graag picknicken. Dus we zijn nu eventjes op het grasje gaan zitten. Met een handdoekje. Ja. En een mandarijntje. En wat te drinken staat hier. Ja. Van Jesse ook. En dan zijn we eventjes lekker wat aan het eten en drinken op het gras. Want Jesse wilde picknicken. Hè? Ja. Wil je nog een mandarijntje? Ja. Zo. Heerlijk. Goed. Het is einde avond en ik heb me omgekleed. Ik heb dit topje aangedaan. Eigenlijk de outfit voor morgen, maar het jurkje zat niet meer lekker. Dus ik heb dit gelijk aangedaan. En dit ga ik morgen ook aan doen, maar ik ga het zo uittrekken. Ik heb een hele leuke dag gehad vandaag. En ik ga zo meteen editen met het nieuwe editprogramma, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat het goed gaat. De kat komt hier langs. Ik hoop dat het goed gaat. En als het goed gaat, dan zien jullie deze video gewoon lekker morgen. En anders niet. Ik ga mijn best doen. En anders zien jullie morgen een update. Maar ik hoop, als jullie dit zien, dan is er niks aan de hand. Dus ik bedank jullie voor het kijken. Doe deze video een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie heel erg snel weer morgen bij een nieuwe video. Doeg!